Nou, we zijn dus nu bij de autodealer. Ja, deze heeft er ook op het oog. Maar wij gaan zo meteen een proefrit maken. Weet ik al tot straks. Ja. Ja, dat is een irritant stukje hier. Auw. Ja, met dan, en dan merk je toch wel het gevoel, hè? Oeh, allemaal lekkers. Nou, joep de poepie. Niet zo heel veel er waarschijnlijk eens. Een hele goede middag allemaal. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Karen en Roderick. Roderick en Karen, ja dat zijn wij. Het is vandaag alweer zaterdag 30 april 2022 en het is bijna 2:30 in de middag. Ja, zoals je ziet voel ik me niet echt heel erg lekker, maar joh, dat hoop ik wel dat het weer snel overgaat. Dus gewoon even door buiten. Maar oké, wij wensen jullie wel al met al heel veel kijkplezier bij deze gloednieuwe vlog. Gaan we weer. Lekker weer even lopen met Lady. Het is mooi weer. Kijk hoe mooi. Oh, al die bomen. Ja. Dat is een buslijn. Mag je daar rijden? Ja, dat is een buslijn. Alsnog, het mag niet. Nou, we zijn dus nu bij de autodealer. Ja, deze heeft er ook op het oog. Maar wij gaan zo meteen een proefrit maken. Ja. Ik loop eventjes in naar de auto waar we zo meteen een proefritje mee gaan doen. Het is geen Seat Mi, dat niet. Maar het is wel deze auto. Dus ja, hij ziet er heel mooi uit even binnen. Het is een automaatje. Alles zit erop en eraan. Dus ja, we gaan zo meteen even hiermee een ritje maken. Ze zeggen hij is vies, maar dan is onze auto nog viezer. Het is een E-up, dus hij is elektrisch. Dat is ook wel lekker vooral. Dus ja, we gaan zo even kijken. Dan slaat hij ook nog af ook. Een dagrijverlichtje. Ja. Hè? Huh? Ja, ja. Daarom denk ik ook. Wil je dan even gelijk even mijn statief mee pakken? Voorin? Oh. Het is wel, ik voel me gewoon onder druk staan. Ik laat nooit een auto. Ja, inderdaad. En een heel klein krasje voorop, inderdaad. Ja. Hè? Het is wel heel erg strak vergeleken met het andere ding. Ja. Ja, doe maar. Wat het die kant op. Yes. Ik ben niet wat grijs is. Hè? Ik ben niet wat grijs is. Nee, daarom dus. Leuk dakje, ja. Lekker hè? Ja, maar dat maakt niet uit, weet je? Wel mooi. Ja. Ik moet even het. Hier is het plus nog digitaal. Ja, maar als dat alles is. 6 versnellingen. Naaldwijk is die kant op. Poldijk Monster. Die kant op. Dat is heel strak. Ja,
Maar dat is, alleen maar fijn. Ja, dat even wennen. Nou, en gas erop. Lekker, hè? 5 en... Huh? 6. Je kan lachen. Dat is bizar grappig. Dat mag geen elektrisch. Nee, daarom. Ik heb dat accupakket niet dat tegenweren. Nee. Ik wil even kijken hoe er wat. Oh, ik moet ook even mijn stoel even goed doen. Alleen ik moet even kijken waar ik dat moet doen. Kijk, navigatie hebben we ook. Dus kun je overal zien waar je naartoe moet. Monster. Huh? Nou, dan kun je gelijk even je stoel doen. Goed doen. Helemaal top. Vanzelf. Nou, wat ik al zei, er zit inderdaad een navigatie in. Hier, als ik hier op mode druk, dan gaat hij hier naartoe. We hebben eco, normaal, sport en individueel, weet ik het. Ja, kan je zelf instellen. Dus doe hem even nu op sport, is leuk. Alleen mogen je maar 60, maar dat geeft niet. En dan doe ik gewoon eventjes op normaal. Ik weet niet of je dat verschil merkt. Hij gaat ietsje trager reageren. Oké, okay, nou dan doe ik wel weer lekker op eco. Hij gaat soepel reageren. Oké, okay, en sport en dat is echt dat hij door wil? Meteen, huppatee. Oké. Okay. Nee, ik was prima voor mij. Oké, okay, prima, mooi. Stuurtjes even wennen. Nou, dan hebben we hier dus radio. Even de geluid testen, sorry even schat. Dat is het geluid. Ja, er zit aardig wat geluid in. Ja. Jee, rechtdoor. Dus, ja, en dan hebben we hier ook nog airco, stoel en verwarming. Yes. Komt wel goed. En anders off. Dus ja, rechtdoor. Dat ook. Nee, dat kan ik niet hier doen. Oké. Okay. En je merkt niet eens dat je in een auto zit. Hij is zo geluidloos. Dit is zo fijn. Had je dat meteen al gemerkt? Ja, echt hè? Dit is zo fijn. En hij heeft 6 versnellingen. Twee zestig staat erop. Ja, dat dus zie ik. Dus indicatorlampjes hoeveel je fuel is. Heb je brandstof? Ja, dat zie ik zo wel. En 62 zometeen. Hartstikke mooi. Nou, die is ook helemaal niet makkelijk. Zitten we daar niet voor. Maar ik ga zo meteen... Terra zeggen, je merkt deze niet eens. Hoe dan? Ja, ik kan het zeggen. Hij trekt wel lekker snel op. Je zit er zo. Ja. Er stond maar even iemand achter je aan. Vergeet de remmen en je bent weg. Je voerskontrol, dat is. Alleen ik mis mijn spiegeltje als nu. Maar oké, maakt niet uit. Dat komt wel weer. Ik kom in jouw auto. Hè? Ik kom wel in jouw auto. Ja, hahaha, grappen maken. Nou moet ik even opletten, want dit is, want dit, hè? Achteruitrijkamer. Ja, zometeen. Maar ik moet nu even opletten, want je moet hier er zometeen in, bij dat witte bord. Bij die, kijk even uit voor mijn auteursrechten, dank u. Daarom dat ik hem ook zacht heb. Kijk, hier moet je er zometeen linksaf. Hier even naartoe. Zo, we gaan nu even onder de motorkap kijken. Ja, onder de motorkap. En ja, zo ziet het eruit. Heel mooi. En die is heel mooi ingepakt. Dat is de remvloeistof. Nee, van, ja, weet ik. Ik weet allemaal wel. Ruitenvloeistof,
motorolie en dat is de stuurbekrachtiging. Ja, zo, yes. En dat is de olie, volgens mij. Iets met olie, volgens mij. Geen idee, even uit mijn hoofd nu. Dus, maar zo ziet het eruit. Hij is ook niet warm of zo nu. Dus, ja. En er zit dus ook nog een cameraatje op. Helemaal wauws. Helemaal top. Helemaal goed. Wauw, dit is zo fijn. Nou. Ik wil eigenlijk ook wel via de snelweg. Wat is dat? Snelweg vermijden. Nee. Nee. Hé, hey, ik... Nou, het zal, ik vind het prima. De loop van de weg 400 meter volgen, alstublieft. Maar je vindt het een fijn autootje dus? Ja. En dus dit wordt hem? Denk ik het wel. Mooi. Ja, ik vergelijk het altijd met de oude, zeg maar. Ja. Die was zwart. En dat een schuifdakje. Ja, oké. Okay. Nou, ja, deze dit niet. Dit heeft een navigatiescherm en weet ik wat allemaal. En het is een FR. Ja, met en, een schuipstoeltje. Ja, en daarbij, deze heeft ook nog airco. En dat heeft onze niet. Nee, maar mijn 200 meter links afslaan. Ik had altijd een tom-tom bij me, maar die viel ook wel vanaf. Ja, nu niet. Ja, je voelt hem niet. Nee, je voelt hem niet. Maar je hoort hem wel. Nou, we gaan weer het erf verlaten, het woonerf. En we gaan de navigatie maar volgen. Links afslaan. Ja, joh. Ik wil hem eigenlijk dat en dat hij beter gaat geven, zeg maar, dit. Hoe moet dat? Nee, je moet... Oh nee, het is rechts. Ja, links, sorry. Ik bemoei me weer ergens mee. Linksaf. Maar ik bedoel van... Ik wil ja, dat je dit... kan het instellen ja. Op kleur. Nee, ja, maar ik bedoel dat hij gewoon de. Als je zo rijdt, dat hij dan ook zo dit en niet vanaf dit. Ja, dat is wat ik bedoel. Dat is dan. Ja, dit zocht ik, ja. Over 300 meter rechts afslaan. Nou, dankjewel. Dat gaan we ook doen, meis. Ja. Dus wij gaan de, weer richting. Kijk, en daar heb je hem ook trouwens. Ja, maar alsnog. Hier rechts, zeg maar. Ja, maar voor mij is het ook handig. Hier gaan we rechts af. Terug. Ja. Als je de navigatie aanstaat, dan kan je niet zien hoeveel kilometer per uur je rijdt in het digitaal. Wel op het klokje. Och ja, we gaan het meemaken. Hij heeft een toertaal. Ja, dat is wel lekker hè, voor jou, hè? Dat is bijzonder lekker. Dus, nou, we gaan even genieten. Nu nog even. Ik loop dan de muur van in. Zo, wat gaan we hier maken? Een bruggetje? Bruggetjes. Blijkbaar. Zo. Constructie. Wil je echt niks wat te eten? Een croissant of zo?
Ja, nou dan moet je hier zo meteen de brug over. De brug. Ja. Welke brug? En waar die. Nee, hier, hier eraf. Honselserdijk in. Dit ken je vast nog wel, hè? Toen met Max. Kijk, en daar heb je een hele hoge brug. Daar gaan we erin. Kijk, achter, achter die Volkswagen aan. Heb je hier die monument, hier zeg maar. Centrum, die kant op. Nee, die kant op. Yes, bruggetje over. En zit die Turken nog? Ja, ik weet niet. Ja, ga er maar in, doe maar. Dag Jan. Oh, nee, ik... Oh, 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 ik mag zijn naam niet noemen. Oh, oh. Nee hoor, ik knip helemaal niks uit. Ik mag toch rijden waar ik wil? Dag Kees, dag Piet. Dag Hans. Nou. Tom. Hij zit nog wel deze druk. Oké. Okay. Nou, heb, dan hebben we hier dus namelijk een Appie Heijn. Daarom moet ik zeggen... Ik heb ook nog niet eens wat op, daarom. Ik moet nog een pet bij me opzetten. Grappig! Mag ik hier nog eigenlijk wel komen? Ja, want ik heb geen dorpverbod. Dus, ja, ik mag hier komen. Oeh, mooie BOW. Nee, mijn BOW is een Mercedes, sorry. Oh, 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 schande, K. Ja. En geen oranje plus auto? Nee, jammer. En dan weer die kant op straks. Nee. Ja? Ja. Is leuk. Ja, dat is een irritant stukje hier. Auw. Ja, met... Dan, en dan merk je toch, toch wel het gevoel, hè? Van auto. Even bij de bak kijken. Ja. Ook erg handig en makkelijk. Ja. Dus even kijken wat daar te beleven is bij de bak. Zijn jullie benieuwd? Oeh, allemaal lekkers. Allemaal lekkers. Allemaal lekkers. Nou, Joep de Poepie. Niet zo heel veel er waarschijnlijk eens. Nou, wat zit er allemaal in? Niet zo heel veel. Ja. Jullie zien het. Wil je ook grillworst, lief? Voor 50 cent. Huh? Nee hoor. Nou, dit is spinazie. Nou, dat is alles. Nou, hier op de poppie. Nou, ik hoef het niet. Nee? Nee. Zo, de brood is bijna op hier. Ja, ook leuk. Maar het is nog niet omhoog gegaan. Nope, nog niet. Het is nog niet omhoog gegaan. Hè? Huh? Oké. Okay. Ja, oké, okay, goed hè. Ja. Blij als ik lach, zo voel ik me helemaal niet. Maar oké, okay, dat mag de pret zeker niet drukken voor jullie. Maar Rodi heeft zijn auto gevonden, wat hij heel graag wil. Maar dat laat ik jullie over 2 à 2,5 week pas zien. Dus... Vond je deze vlog nou leuk? Ik zou zeggen, abonneer even, reageer, doe het duimpje omhoog. En nog eentje, maar ik weet het niet zo zeker helemaal, maar het maakt niet uit, helemaal geweldig. Ik zou zeggen, doe het gewoon gelijk even dat duimpje omhoog. Reageer even, is helemaal prima. En dan zie ik jullie morgen weer gelijk bij een gloednieuwe vlog. Dan zou ik zeggen, dankjewel voor het kijken en graag tot morgen. Ciao.